Een constante factor in dit musicalseizoen is Sterren op het Station. In de wachtkamer op perron 3A van Station Haarlem geven musicalartiesten elke maand een intiem solo optreden. In oktober volgden wij al Job Bovenlander, Rick Sessink en Stefan de Kogel. En nu, in het midden van het seizoen, lopen wij de ontdekking van Urinetown en The Little Mermaid tegen het gebruinde lijf. Joran de Bond. Maandag 3 maart staat hij centraal in Sterren op het Station. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Joran, ja. Het leuke is, jij hebt de lancering van Sterren op het Station meegemaakt. Ja. Vertel daar eens wat over. Ja, nou dat was toen vanuit het concept Musicals on Demand. En dat was het idee daarvan is, dat bestaat ook nog steeds, dat iedereen eigenlijk een musical op bestelling thuis kan krijgen. Dus dat ging toen over of je op een bruiloft zit of een evenement of een groot feest. Je kan eigenlijk altijd in ieder budget past een musical artiest. En dan kunnen we zelfs Joran de Bond thuis hebben zingen. Dat is natuurlijk dan wel gelijk het hoogste haal. Nee, absoluut niet. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld met Tony Neef en met René van Wegbergen waren we daar. En ik ben dan een soort aankomende musical artiest, dus ik ben wat goedkoper. Dus zo heb je dan iedere gradatie. Ja. En daar is eigenlijk uit voortgekomen, dat was toen op het perron in Haarlem. En die ruimte was te gek. En toen heeft Paul Keizer, de grondlegger van het evenement, heeft toen bedacht om iets nieuws op te richten. En dat is Sterren op het Station. Uh-huh. Waarin eigenlijk iedere maand, als ik het goed zeg, een bekende en een onbekendere artiest samen een soloprogramma spelen in de wachtruimte op het station. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me. Aanstaande 3 maart, ben jij dan de bekende artiest of ben jij de onbekende artiest? Nee, ik ben de onbekende artiest. Ik sta naast Carolina Mout. Mm. Dat is de grote naam. Ja, van Beauty and the Beast. Beauty and the Beast, La Commodia en Crazy Shopping met de tassen. Maar het zijn twee totaal verschillende programma's. Dus ik ben voor de pauze. Ik heb mijn programma mijn eigen soloprogramma. En na de pauze komt Carolina. En Carolina speelt een remake van wat ze eerder heeft gedaan. Mout en de Zware Jongens. Ja. Met een band. En ze speelt zelf haar programma. En ze nodigt iedere keer een gast uit. En deze keer is het Fardoes Zwaanswijk. Die haar komt versterken in haar programma. Laat me. Maar gaan. Laat me. Laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Omschrijf de sfeer is van zo'n Sterren op het Station concert. Ik ben echt alleen. Ik sta echt alleen daar met af en toe een piano en verder met geluidsbanden, met mezelf, met mijn eigen verhaal. Ik heb namelijk op een cruise ship gewerkt een lange tijd en ik heb mijn cruise ship show vernederlandst en die show ga ik nu eigenlijk in Nederland spelen. Aha. Dus dat is voor mij heel erg intiem en mijn eigen voorstelling, mijn eigen verhaal. Maar Carolina die heeft daar tegenover weer echt een band en gastartiesten en dat is wat meer echt een wat meer geluid denk ik. Wat meer, we vertellen gewoon een heel ander verhaal en ik bedoel, ik ben 23 en ik vertel mijn verhaal. Wat ik tot nu toe heb meegemaakt, mijn verhaaltje, wat ik dan nu tot nu toe heb meegemaakt en waar ik heen denk te gaan. Waar Carolina iets meer kan vertellen welke reis ze heeft afgelegd. Want ik heb net mijn bootje ingestapt en zij heeft de hele reis al afgelegd. Je cruiseboot. Mijn cruiseboot, jij vond ik mooi. Ja. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. Waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus wel weer ontmoeten. Meestal met soloprogramma's wil je iets van jezelf laten zien. Jij zong net Laat Me. Ja. En
Ook al zitten we elke avond met chips op de bank, we hopen dat er nog een iets van een Ramses in je zit. Ja. Hoe zit dat met jou? Ja, voor mijn programma gaat voor mij over zoeken en over het feit dat ik gewoon echt heel jong ben. En dat ik terugkijk en heel trots ben op dat ik eigenlijk al best wel veel heb gedaan. Zeker gezien het feit dat ik nog maar net kon kijken. Maar ik besef me ook dat ik jong ben en dat ik eigenwijs ben. Ik herken mezelf wel een beetje in Ramses in dat opzicht. Dat ik heb de serie nu, zoals heel Nederland denk ik, gekeken. Ja, rebelleren en denken dat je alles beter kunt. En hopen dat mensen je accepteren voor wie je bent en voor wie jij hoopt te zijn of wie je wil zijn. Ja, nou ja, dat een soort van innerlijk gestrijd met wie je bent en welke persoonlijkheid nou uiteindelijk jou maakt wie je bent. Dat is denk ik waar hij heel erg mee gestruggeld heeft en waar eigenlijk stiekem wel iedereen mee struggelt aan het begin van zijn 20e jaren. Komt dat terug in je repertoire? Ja, zeker. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf wel voor elkaar. Ik vertel eigenlijk over hoe ik me nu voel en hoe ik me de laatste tijd heb gevoeld. Ik vertel gewoon mijn verhaal letterlijk. Ik ben afgestudeerd. Ik ben in een rollercoaster terechtgekomen met op hele korte termijn heel veel shows en voorstellingen. En daarna, en het ging allemaal eigenlijk iets snel, maar ik denk dat niemand in mijn schoenen zou hebben gezegd: het gaat te snel, want je wil mee in die stroom. En als die stroom dan een beetje stopt, dan denk je, oh ja, het is allemaal heel snel gegaan. En ik heb alle alarmbellen wel gehoord. Maar er is zoveel gebeurd en zoveel veranderd. En ik maak eigenlijk de opmaak op, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Waar wil ik eigenlijk heen? En wat wil ik eigenlijk bereiken in het leven? Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben nu eigenlijk meegestroomd met alle impulsen en alle opties, maar ik ben daar wel een beetje misschien mezelf kwijtgeraakt in wat ik nou eigenlijk wil. Ja. En dat mondt uit in wat voor liedjes? Dat mondt uit in, ik heb mijn lijflied, wat ik ieder concert, zo oud ik ben, bijna heb gezongen, dat is Feeling Good, dus dat kon zeer zeker niet ontbreken. Dus uiteindelijk voel ik me toch goed schijnbaar, want dat blijf ik zingen. Maar daarnaast heb ik ook nummers uit Smash. De televisieserie. Steven Spielberg musical serie. Een dance nummer in een ballad variant, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk heb ik geprobeerd om wel ook mijn veelzijdigheid te laten zien. Dus ik zing bijvoorbeeld ook een nummer van de Eagles. Het gaat echt een beetje zo. Maar op de een of andere manier matcht het heel erg met elkaar. En het leuke is dat ik alle nummers heb uitgekozen op het feit dat de nummers voor mij los van elkaar bijzonder waren. Of iets voor me betekenden. En toen ik ging bedenken welk verhaal ik nou eigenlijk wilde vertellen, kwam ik erachter dat ik ze exact in de goede volgorde kon zetten en precies mijn verhaal vertelde, bijna zonder teksten. Dus schijnbaar is er iets diep van binnen wat dat heel erg mooi in elkaar heeft geklikt. En het zijn al die stijlen die vertellen uiteindelijk dan toch het verhaal samen. Het verhaal van de zoeker. Het verhaal van de zoeker, ja. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms woon ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit, geen bezwaar. Je bent afgestudeerd, je bent opgepikt door Joop van den Ende en Opus One. Ja. Hoe is dat leven nu? Nou, toen ik in mijn afstudeerjaar zat, toen kwam Jurentan op mijn pad en toen ben ik bam, ik gooi alles om. Ja. Toen ging het echt heel snel. Toen ben ik Jurentan gaan doen. Na Jurentan kwam ik gelijk terecht in Bommel. Tijdens Bommel had ik allerlei kleine projecten die daarbij kwamen kijken. Daarna dacht ik eigenlijk, dus ik moet even gewoon een passende plaats nemen en doen wat ik het allerliefste doe, en dat is toch zingen. En toen ben ik bij een cruise maatschappij terechtgekomen. Daarmee ben ik naar Dubai gegaan. En toen ik daar bijna klaar was en eigenlijk dacht door te gaan
toen werd ik gebeld van de Ende voor Little Mermaid. Ah. Dus toen ben ik op stellen sprongen bij Mermaid ingesprongen en heb ik daar mogen spelen. Ja. En toen het klaar was, ben ik ook gelijk weer terug het schip op gegaan. En nu denk ik, oké, ik heb nu de halve wereld wel over, rondgevaren de laatste jaar. Ik wil wel even terug naar Nederland en weer even voeten op aarde krijgen hier en landen. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van gammel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Leef gewoon van uur tot uur. Ja, waarom mensen naar mij moeten komen kijken is denk ik omdat ik iets ga doen wat ontzettend mooi is. En ik, ik heb met een aantal mensen gewerkt voor mijn eigen programma. En iedere keer als ik een aantal nummers zing of mijn verhaal vertel, dan moeten mijn vriendjes heel erg, zijn ze heel erg ontroerd omdat ze trots zijn of omdat ik mijn verhaal schijnbaar heel erg raakt. En het is tijd om dat met meerdere mensen te delen dus. Waarvan akte? We zullen er zijn 3 maart. Nou, leuk, tot dan. Ik vind mijn thuis in elk theater. Als ik me in een lied herken. En wat dat waard is, dat blijkt later. Maar laat me blijven wie ik ben. Laat me genoeg gewacht, ik kom eraan.